Bijbelstudie Wim ten Hove in Jeruel op 11 maart 2022. Het gaat over Jesaja 8. Gericht over Syrië en Israël en de geboorte van de Messias. Inleiding 1 uit de hoofdstukken 7 en 8 blijkt duidelijk dat de Heere ervoor zorgt dat de Assyriërs komen. 7 vers 18, hij fluit hen tot zich. 7 vers 20, hij huurt dat scheermes. 8 vers 7, hij laat die overstromende rivier opkomen. Het is allemaal zijn werk, zijn oordeel. Maar in 2 Koningen 16 vers 7 tot en met 9 en 2 Kronieken 28 vers 16 lezen we dat Agas in zijn angst voor Peka en Rezin de Assyriërs te hulp roept. Gebrek aan geloofsvertrouwen is dat. Alleen met de belofte van God durft hij het niet te wagen. Heel duidelijk afgebeeld in 8 vers 6. De kwetsbare watervoorziening van Jeruzalem, de zacht vloeiende wateren van Siloach, symboliseren de aanwezigheid en hulp van Yahweh. Inleiding 2, maar Agas voelde zich veiliger bij de heidense Assyriërs. Hij vertrouwde de Heere niet. Vanwege dit ongeloof gaat de Heere in hoofdstuk 8 zijn oordeel voltrekken over hem en Jeruzalem, zegt Jesaja. De Assyriërs zullen ook Juda overspoelen, 8 vers 5 tot en met 8. Als men zijn heil zoekt bij iets buiten God, sla de hulp die men ervan verwacht op een gegeven moment om in een bedreiging. Een maatschappij die haar heil verwacht van wetenschap en techniek, zal ondervinden dat die hulpmiddelen omslaan in een bedreiging. De milieu- en klimaatcatastrofe heeft de mens zelf gecreëerd. Lezen Jesaja 8 vers 1 tot en met 4, gericht over Syrië en Israël. Verder zei de Heere tegen mij, neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop, voor iedereen leesbaar, Maher Shalal Hashbaz. Het betekent snelroof, vlugge buit. Toen nam ik voor mijzelf betrouwbare getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. Ik was tot de profetes genaderd. Zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heere tegen mij, geef hem de naam Maher Shalal Hashbaz. Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria voor de koning van Assyrië dragen. Rezin en Peka zat het niet lekker dat Agas van het tweestammenrijk Juda weigerde zich bij hen aan te sluiten en toenadering tot Assyrië had gezocht. Ze hebben hun legers op de been gebracht. Hun strafexpeditie zal eerst Agas Mores leren. Daarna is het tijd om Assyrië het hoofd te bieden. Agas dacht eerst nog wel dat Juda sterk genoeg was voor de aanval van beide koningen. De inwoners van Jeruzalem sidderen nu. Jesaja wordt opgedragen een groot schrijftablet ter hand te nemen en daarop de woorden Maher Shalal Hashbaz te schrijven. De woorden betekenen haastig roof, spoedig buit. Het was een raadselachtige spreuk die de aandacht van het volk wel moest trekken. Het is een oordeelsprofetie. Na de strooptochten van Rezin en Peka zou Juda een aantrekkelijk doelwit worden voor Tiglath-Pileser van Assyrië. Tiglath-Pileser wilde Juda niet bezetten vanwege het bondgenootschap met koning Agas, maar zag er geen been in om het land leeg te roven, want hij had geld nodig. Hij schudt zijn vuist tegen koning Agas om hem eraan te herinneren wie eigenlijk de baas is in de regio.
Als Jesaja kort daarna een zoon geboren wordt, moet hij hem de tekst van die metalen plaat als symbolische naam geven. Nog voordat de kleine jongen in staat is om papa of mama te roepen, heeft de grote plundering van Samaria's en Damascus rijkdommen al plaats gehad door Assyrië. Dat is in 733 of 732 voor Christus. Dit lijkt een succes voor Agas buitenlandse politiek, maar het is een onheilspellend teken. Het oordeel zal niet uitgesteld worden. In Deuteronomium 17 vers 6 schrijft de wet voor dat in geval van zulke belangrijke woorden betrouwbare officiële getuigen moeten kunnen bevestigen dat Jesaja deze oorlog voorzegd heeft. Uria is hogepriester die zich onder koning Manasse ervoor geleend heeft het altaar van de Heere te verruilen voor een afgodenaltaar naar het model van Damascus. Hij was dus geen geestverwant van Jesaja. Zecharia was mogelijk de schoonvader van koning Agas. Jesaja's vrouw heet profetes, zoals een vrouw van een koning op basis van de huwelijksrelatie koningin wordt genoemd, geldt dat ook voor de vrouw van een profeet. Yahweh gebiedt het kind dat geboren wordt Maher Shalal Hashbaz te noemen. Om over na te denken 1. Wie wil nu zo'n rare naam aan zijn zoon geven? Had Jesaja nee kunnen zeggen? Lezen Jesaja 8 vers 5 tot en met 10. Assyrië, geen bondgenoot, maar oordeel 1. De Heere sprak opnieuw tot mij. Omdat dit volk versmaart de zacht stromende wateren van Siloa en haar vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia, daarom zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen. Hij rijdt tot aan de hals en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw land innemen, Immanuel. Volken, loopt te hoop en wordt verpletterd en neemt ter oren allen die in verre landen zijn. Omgort u en wordt verpletterd. Omgort u en wordt verpletterd. Beraam een plan, het zal verijdeld worden. Spreek een woord, het zal niet tot stand komen, want God is met ons. Deze profetie is diep treurig van karakter. De Hoogheilige gaat met tegenzin zijn oordeel uitspreken. Zijn liefde tot zijn Israël, dat is Israël en Juda, komt zowel zwaar in de verdrukking. De oorsprong van de water van Siloa lag in de berg Sion, dus in feite onder de tempel. Om die reden werd dit water als een gift van Yahweh gezien. De meeste beken en rivieren in Israël drogen uit in de zomer. Als de winterregens komen, verandert zo'n stroom in een woeste rivier die grote verwoestingen aanricht. Maar de water van Siloa stroomde het gehele jaar gestaag door, net als de zegeningen van Yahweh. Als Israël en Juda Yahweh naar behoren hadden gediend, had het Godsvolk nooit aan zegeningen ontbroken. Toen Israël en Juda Yahweh als hun God afwezen, verbraken ze daarmee het Sinaïtisch verbond, een logisch gevolg van hun verdorven levenswijze. Daarmee werd een keten van rampzalige gebeurtenissen in gang gezet. Voor het oog was het een nietig beekje, maar het waren de wateren van de stad Gods. Zie, Psalm 46, vers 5. Daarom, voor het oog van het geloof, ver verheven boven de grote rivier de Eufraat, vers 7.
Bedreigt dat denken ons niet allemaal? God is erbij gaan horen, zoals de klok aan de muur. Je merkt het getik niet eens meer op. Werktuigelijk gingen we ervan uit dat Hij met ons is, verborgen aanwezig, Immanuel. Maar de hoogte, diepte, het diepe buigen, de verrassing, ze zijn weggevallen. En wij weten zelf niet goed wanneer het begonnen is. Maar was dat wonder en de verrassing in de omgang met God er wel ooit? Om over na te denken 2. Kunnen de wateren van Siloa, vers 6, bedoeld zijn als het heilige water uit de nieuwe tempel, Ezechiël 47? Het Assyrische leger met zijn luister zijn in vers 7 de geweldige wateren van de rivier de Eufraat. Die zullen tot de hals reiken, vers 8, niet het hoofd. Wat is het hoofd dan? Lezen Jesaja 8, vers 11 tot en met 15. Assyrië, geen bondgenoot, maar oordeel 2. Immers, zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. De inwoners van Jeruzalem lopen de tempel binnen. Heere, de vijanden komen, u bent toch God? Dan is het in het woord van Jesaja net of de Heere zelf hoog opgericht in de deur van het heiligdom staat en hij zelf de zaak recht trekt. Wat doe je hier in mijn tempel? Wat zoek je hier? Wat doe je in de kerk? Waarom vouw je je handen en spreek je tot mij? Gaat het je om mij? Ik ben de Heere, God de Heilige. Je staat als aan de grond genageld. God is God, heerlijk en heilig. Onaantastbaar hoog, niet te manipuleren. Alleen maar om voor te buigen, stil te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Dan is het net of je iets begrijpt van wat Jesaja zegt. De Heere heeft op mij gezegd, met een sterke hand, vers 11. God is groot, zijn woord dringt zich aan je op met macht. Jesaja heeft ervoor gebogen, hij ging finaal onderuit, maar hij zet je ook weer rechtop, God die heel de schepping regeert. Om over na te denken 3. In het gebed zoek je zijn aanwezigheid, genade en liefde. Bidden is in gesprek zijn. Hij luistert. Antwoordt hij ook? Hoe dan? Hoe krijgt het gesprek met hem meer diepte? Als hij dan almachtig en groot is, waarom dan die zorg en gebrokenheid in mijn leven? De vragen stapelen zich op, maar hoe meer je omgang hebt met het woord van God, hoe meer die eerste vragen warmer gaan klinken. Je durft God niet meer ter verantwoording te roepen, zoals de Joden in vers 14. Daarvoor ben ik te gering, te klein, en God, hij is uw vrees, en hij is uw verschrikking, vers 13. Dan vallen die woorden van de Romeinse hoofdman uit Lucas 7 in gedachten. Ik ben niet waard dat u in mijn huis komt. Jesaja moet Assyrië en alle overwonnen volkeren die onder zijn commando waren opgerukt tegen Jeruzalem toeroepen, vers 10 tot en met 13. Maakt maar uw plannen en neemt maar besluiten. De Heere zegt,
tot hiertoe en niet verder. Dat is inderdaad geschied toen de Assyrische koning Sanherib overhaast zijn beleg moest opbreken en als een overwonnene naar zijn land terugkeren, 2 Koningen 19 vers 35 en 36. Laster en intimidatie, daarmee kregen alle profeten te maken, ook Jesaja, omdat hij openlijk het verbond met Assyrië veroordeelde. Het volk hoorde liever een prettiger boodschap dan veroordelingen van hun levenspraktijk. Voor de profeten is onrechtvaardigheid, bedrog in het zakenleven, uitbuiting van de armen, een ramp, een doodsteek voor het bestaan. Voor ons is het misschien maar een kleinigheid van, zo is het leven nou eenmaal. Om over na te denken, 4. De eer van God telde voor Jesaja hoger dan zijn eigen reputatie. Wordt Gods eer aangetast, nu de schepping zo ontluisterd is? Als dank voor de hulp van de Assyrische koning Tiglath-Pileser, die Juda bevrijdde van de bezetting door Syrië en Efraïm, richtte koning Achas een altaar voor de Assyrische afgod op, 2 Koningen 16 vers 15. Het altaar van Yahweh in de tempel moest plaatsmaken voor dit vreemde altaar. Koning Achas krenkt Yahweh diep met zijn daden. Jesaja nu legt de vinger op de zere plek. Koning Achas en het volk Juda moeten niet voor Syrië, Efraïm of Assyrië vrezen, maar voor de hoogheilige die getergd wordt door een stuitende goddeloosheid. Achas is de oorzaak van de rampspoed die komen gaat. Het gaat naar de ondergang toe. De ware gelovigen in Jeruzalem moeten die samenspanning van Syrië en Israël tegen Juda heel anders bezien dan het volk dat een en al angst is. Zij moeten die samenspanning niet vrezen, noch de belofte van God verwerpen, of het heil zoeken in menselijke hulp. Zo is Christus een heiligdom, een veilige toevlucht voor allen die hun vertrouwen op hem stellen. Eén blik op de heerlijkheid van Christus zal ons kracht geven en ons troosten. Lezen Jesaja 8 vers 16 tot en met 22. Bind het getuigenis toe. Bind het getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel, zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er te neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Bind het getuigenis toe. Verzegelde de Tora onder mijn leerlingen. Nu vaststaat dat zowel Israël als Juda ten onder zullen gaan, komt het voortbestaan van de dienst aan Yahweh ook in gevaar. Die was immers geconcentreerd rond de tempel in Jeruzalem. Als die er niet meer is, verdwijnen daarmee ook de instituten die Gods woord onderwijzen en de Tora en de woorden van de profeten bewaren. De profeet Jesaja ontvangt daarom van God de opdracht om de getuigenis van Yahweh zorgvuldig te boek te stellen
onder getuigen, vers 2, en die veilig te stellen voor toekomstige generaties. Verzegel. Daarbij wordt hem op het hart gedrukt te leven zoals de Torah dat voorschrijft en zijn leerlingen daarin te onderwijzen. De bittere ondertoon van de profetie zet zich voort in vers 18, want Yahweh voorzegt een afschuwelijke tijd waarin velen zullen vallen en gebroken worden, vers 15. Jesaja beseft dat hij de boodschapper van doem is geworden. Het gaat hier over Jesaja en zijn kinderen. De ene heet een overblijfsel zal behouden worden en de andere een snel oordeel komt er. De tijd van genade en barmhartigheid is voorbij voor Juda en Israël. Jesaja wekt de gelovigen op, vers 19, niet mee te doen met het volk dat nu weigert de levende God te vragen en hem te geloven. Het vervalt tot afgodische, satanische praktijken en zoekt hulp bij de doden. Leviticus 20, vers 27, 1 Korinthe 10, vers 19 en 20. Terug naar de wet en het getuigenis, zegt vers 20. Dat is het wachtwoord uitgegeven voor de kring van getrouwe gelovigen. Zij moeten leven en spreken in overeenstemming met de wet van Mozes en het getuigenis van de latere profeten. Om over na te denken 5. Bind het getuigenis toe. Hoe zou Jesaja dat in onze tijd zeggen? De woede van de profeet richt zich in de versen 21 en 22 op de goddeloze koningen die het onheil over Juda afriepen. Agas, Hiskia, Manasse, Joachim en Zedekia, maar ook op de valse afgoden die krachteloos bleken en geen hulp geboden hadden. In Openbaringen 16 ziet de apostel Johannes hetzelfde drama. De mensen lasteren de naam van God, maar bekeren zich niet. Geen lichtstraal is meer te zien. Enkel donkerheid zal er voor hen zijn. Voor hen die weggedreven worden, gloort geen sprankje licht. Het is uitzichtsloos voor wie in nood is. Maar er zal geen donkerheid blijven, zegt vers 23. Lezen Jesaja 8 vers 23, geboorte van de Messias. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is, zoals hij in vroegere tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naphtali, zo zal hij in latere tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Vers 23 vormt de overgang naar profetie, die toekomstig heil voorzegt. Die vinden we in Jesaja 9. Sommige bijbelgeleerden noemen dit dan ook vers 1 van Jesaja 9.